Babette Bijs en ik ben 26 jaar. Dagelijks leven ben ik promovendus bij de universiteit. Daar doe ik onderzoek. En daarnaast ben ik ook een fanatieke krachtsporter en doe ik vooral powerlifting. Ja, waarom ben ik ermee begonnen met powerlifting? Goeie vraag. Ik was ooit een keertje bij het NK en toen greep me dat wel heel erg. Ik vond het echt heel stoer vooral, heel ja, badass. En toen dacht ik, ja, dat is wel echt, ik vond het, ja, het straalde zoveel kracht uit. En dacht ik, ja, dat is iets wat ik ook heel graag wil doen. Dus ik moet zeggen, oktober 2015 ben ik begonnen bij Richard Bell als cliënt. En eerst was het dus een beetje een algemene, tenminste meer gericht op, dat ik denk, ja, ik wil atletischer zijn, gezonder, sterker lijf. En vanaf januari 2016 dus op powerlift gefocust. Nu zijn we dus september 2016 en ben ik dus bij mijn allereerste wedstrijd, bij mijn allereerste powerlift meet, zoals je dat noemt. Cut my life into pieces, this is my last resort. Suffocation, no breathing, don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Vertel, hoe voel je je? Opgelucht, leeg, blij, maar ook een beetje soort van gek. Want ja, ik heb hier zo lang naartoe gewerkt en dan is het ineens, nu is het over. Dus het is echt, Wat heb je allemaal gedaan? Wat zijn je stats? Ik had mijn squats heb ik alle drie gehaald en dan heb ik, mijn laatste squat was 92,5. Dat betekent dat ik 2,5 kilo bovenop mijn oude persoonlijke record zat. Bench had ik de eerste beurt 50, toen wilde ik de tweede beurt 55 doen. Die is toen helaas niet gelukt, de derde beurt ook niet. Dus die 50 bleef staan. Nou, toen ging ik deadliften en mijn oude record was 117,5. Toen opende ik op 112,5. Toen ik 115 en dat ging zo goed en toen dachten we de derde beurt, nou YOLO. Dus die deden we 120, nou en toen die kwam gewoon los en ja, dat was echt zoveel emotie erin. Echt. Alles bij elkaar geschreeuwd en daarna gehuild en van blijdschap en ja, echt veel emotie. En wat zou jij als tip geven voor mensen die net beginnen met powerliften?
geniet van het proces. Geniet, want iedereen begint ergens. En als jij op een gegeven moment denk je, ja, dan kijk je naar meiden van die toppers van Nederland. Ja, die benchen al 70 kilo. En ik denk, jezus, kom ik daar ooit, weet je. Maar kijk niet naar anderen. Kijk naar jezelf en verbeter je jezelf. En ook al begin je alleen met de stang, dan ga je de drop die 22,5, 23,5. Kleine stapjes doe je. Uiteindelijk kom je er, weet je. En je moet geduld hebben, geniet van het proces, geniet er gewoon echt heel van. En ja, dat is een beetje de tip die ik denk mee kan geven.